De Vinkeveense Plassen. Een druk bezocht natuur- en recreatiegebied van ruim 900 hectare groot. Gelegen in gemeente De Ronde Venen. Midden in de Randstad, in het groene hart, langs de A2 tussen Utrecht en Amsterdam, bij het dorp Vinkeveen. De plassen worden gekenmerkt door de vele eilanden, rietoevers en kraakhelder water. En worden in de zomermaanden druk bezocht door natuurliefhebbers, recreanten en watersporters. Het gebied kent drie belangrijke waarden: cultuurhistorie, natuur en recreatie. De Vinkeveense plassen hebben een rijke historie en zijn vanaf de Gouden Eeuw ontstaan door de winning van turf ten behoeve van Amsterdam. De huidige langwerpige eilanden in de plassen zijn een herinnering aan dit verleden. Zogeheten legakkers die in gebruik waren als droogvelden voor de nog natte turf. Nadat het veen was weggebaggerd, bleven veenplassen achter. Van droogmaking van de plassen werd afgezien. De behoefte aan recreatiewater nam toe. Op sommige plekken werd het water zelfs tot een diepte van 50 meter uitgebaggerd. Enerzijds ten behoeve van zandwinning voor de aanleg van de A2 en het stedelijk gebied Amsterdam-Zuidoost. Anderzijds voor de aanleg van de recreatieve eilanden. De diepte van de plassen maken de legakkers kwetsbaar. De kenmerkende legakkers zijn gevoelig voor erosie door golfslag, weer en wind. In de loop van de jaren is een deel van de legakkerstructuur helaas verloren gegaan. Het gehele plassengebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en kent een hoge waterkwaliteit, vormt een ecologische verbinding tussen omliggende natuurgebieden zoals Mariekeland, Groot Wildernis Vinkeveen, Groot Mijdrecht Noord en Natura 2000 Botshol. Het plassengebied is benoemd als natuurparel, een plek waar enkele bedreigde dier- en plantensoorten voorkomen, waaronder de ringslang, kwapaal en kroneend. In de rietkragen en aangelegde vissenbossen leven veel verschillende vogels en vissen. Op en rond de Vinkeveense plassen heeft de waterrecreatie zich sterk ontwikkeld. De landschappelijke kwaliteiten met unieke watersportmogelijkheden, de rust, ruimte, natuur en de centrale ligging maken het tot een populair recreatiegebied. Bebouwing in het gebied is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Toch zijn er door gebrek aan toezicht en handhaving en deels onuitvoerbare handhavingsregels op de legakkers ongeveer 1850 bouwwerken gerealiseerd, waaronder schuurtjes, afdakjes en tuinhuizen. Vinkeveense plassen, dat is historie, dat is recreatie, dat is gezelligheid in het dorp. Dat is eigenlijk zoals Vinkeveen hoort te zijn. Plezier, zwemmen, varen, recreëren in het algemeen en dat dicht bij huis. Het is niet onze bedoeling dat het zich kan ontwikkelen tot een soort tweede Efteling. Dat is niet wat wij ons voorstellen bij een natuurgebied met recreatief medegebruikers, zoals dat formeel heet. Een hele mooie natuurbeleving, ook als recreant, hè, want ik hou van varen, ik hou van zwemmen, maar ik hou ook van de natuurbeleving. Hè, dus de mooie waterkwaliteit, de vogels. Waar je rust in een groene omgeving kan ervaren. De Vinkeveense plassen voor ons betekenen een recreatiegebied wat voor de recreatie behouden moet blijven. Waar je de mogelijkheden moet hebben om te recreëren, maar waardoor je ook de kosten die gepaard gaan met het onderhoud kan blijven betalen. Ga je dat redden? Moet je even plat? Ja, moet even plat. Ja. En we komen straks dan langs het eilanden. Het recreatieschap heeft ik meen 40 legakkers van de hand gedaan. Om de doodsimpele reden dat het onderhoud niet meer betaalbaar was. Die zijn overgenomen door particulieren. En die proberen nu er wat van te maken. Alleen tijdens die verkoop werd al gezegd van, nou, met de paaier is er een bestemmingsplan. Alleen dat ligt al meer dan zo'n dubbele tijd achter ons. Dus die mensen hebben behoorlijk geïnvesteerd. Ook al schoeien aangebracht. Maar halen daar niks voor terug. Deze plek is echt met mensenhanden gemaakt. Maar tegelijkertijd heeft het wel gewoon mooie natuurwaarde.
Die recreatie die vindt denk ik plaats omdat die natuurwaarden er zijn. Ja, volgens mij is het heel belangrijk dat er een balans gevonden wordt tussen de natuurwaarden en de recreatiewaarden. Het een kan niet zonder het ander en zeker niet op deze plek. En dat is voor ons heel belangrijk. De Vinkerveense Plassen, dat is een belangrijk natuurgebied waarbij recreatie tot de mogelijkheden behoort. Er is heel veel verloren gegaan in de tussenliggende periode. Het aantal bouwsels is geëxplodeerd. Er staan nu naast wat regulier is, hè, dat zijn er ook al vele, zijn er de laatste jaren zo'n 2000 illegale bouwsels bijgekomen. En dat doet ernstig afbreuk aan de kwaliteits- en de kwaliteitsbeleving, hè, de rust en de stilte en de mogelijkheden die je hebt om gewoon prettig op die plassen te zijn. Als de Vinkerveense Plassen niet een hoge natuurwaarde had gehad, dan was het langs geluk niet geweest. Dat weten we met z'n allen donders goed. Maar natuur is voor de vogeltjes en de visjes, maar ook voor de mensen. En die willen daar ook kunnen recreëren. En dat in combinatie met die legakkers die boven water gehouden moeten worden, is het wel erg fijn als we daar gewoon een legale bebouwing kunnen hebben. En dat moet met een nieuw bestemmingsplan. Nou, de uitdaging die voor de Vinkerveense Plassen is zeg maar omvormen tot een net recreatiegebied. Wat je nu ziet, de laatste 10 jaar is er twijfel wat we ermee gaan doen. Allerlei belangen worden afgewogen. En nu wordt het tijd dat we echt plannen gaan maken voor een net recreatief beleid. Het natuurbelang wordt eigenlijk de laatste 10 jaar voorop gezet. Dus dan komen de ondernemers erachteraan. In alle plannen wordt er weinig over ondernemerschap en over hoe gaan we het allemaal betalen gesproken. Er wordt alleen maar gesproken over beestjes die er eventueel zouden kunnen komen. Nou ja, dit gebied is eigenlijk heel belangrijk als verbindingszone tussen bijvoorbeeld de Botshol met een hele hoge natuurwaarde en Nieuwkoop. En daarnaast hebben we nog nieuwe gebieden zoals Mariekeland, Demmerik. En dat bij elkaar, dat maakt dat dit ook qua biodiversiteit in potentie gewoon een heel belangrijk gebied is. De balans tussen natuur en recreatie, dat is cruciaal, want heel veel mensen waarderen die natuur. En komen naar dit gebied om te recreëren vanwege de natuur. Er zijn diverse soorten vissen en allerhande dieren die afhankelijk zijn van die waterkwaliteit. En dat moet eigenlijk nog veel beter. Want dat zijn opgaven van bijvoorbeeld kaderrichtlijn water, waar we op afgerekend worden vanuit de politiek. Wat ik tegen de politiek zou willen zeggen, is dat zij ook de belangen van zeg maar, de economie meenemen in zijn dorp. Gelukkig hebben we nog een paar hele belangrijke soorten, zoals bijvoorbeeld de kroneend, rode lijst. Ons belang is dat er een bestemmingsplan komt op korte termijn. Waar we mee uit de voeten kunnen. Mijn hoop is in elk geval dat we een bestemmingsplan maken wat ook handhaafbaar zal blijken te zijn. Je zal ergens iets moeten creëren, een middenweg moeten vinden tussen een beschoeiing en behoud. Want als je dit voort laat gaan, dan duurt het nog 15 jaar, dan is het eiland weg. Als de legalisering heel veel ruimte biedt om maar aan te bouwen, dan krijgen we, in mijn ogen, krijgen we gewoon een hele grote camping zonder regels. En volgens mij zit daar niemand op te wachten, want dan recreëer je hier ook niet meer lekker. En dan is er ook geen plek meer voor de natuur.